Heb je ook zo'n mooi opkomstnummer? Ja, ik zat eerst te denken aan Freddy de Roze Flamingo. Omdat ik, toen had ik één been. Maar sinds ik twee benen heb, heb ik niet echt een opkomstnummer meer. Opkomstnummer, Freddy de Roze Flamingo. Freddy de Roze Flamingo. Ik liever bier dan een bako. Come on, Ablo, come on. Ja, ja, ik zit in een rolstoel. Ik ben 2022 ben ik mijn linkeronderbeen verloren door een suikerziekte en een bacterie. En 2023 oktober ben ik mijn rechteronderbeen verloren, ook door een bacterie. En op een gegeven moment kon ik kiezen tussen of leven of een amputatie. En ik denk, ja, dan is de keuze is dan makkelijk. Dan ga je voor amputatie. Als ik minder vliede ben, houdt mijn leven niet op. Dus laat dan mensen zien dat je leven niet ophoudt, maar dat je ook gewoon gezonde dingen kunt doen. Denk, ga sporten. Daarom ga ik paradaten, omdat mensen gewoon de puur laten zien. Oké, oktober zit ik in de rats, maar het is februari. Ik ben er weer. Ik kan weer gelukkig zijn, weer gelukkig sporten, weer onder de mensen zijn. Normaal gooi je van als je dat van boom naar beneden, maar nu gooi je van beneden naar boom. Dat is echt mega wend. Het is niet. Nu heb je echt het idee van oké, als ik één lekkie win, dan is het goed. De scores zijn niet zo goed, maar wel punten in het bord, dat is belangrijk. Oh. Tenminste, wel de pijlen in het bord. Ik had eerder dat café gehad in Koevoorn. En dan kwam de hele wereldtop bij ons in het café. Want de manager die woonde in Emlichheim. Dus toen kwamen de datters, vlak voor de wereldkampioenschappen, kwamen Andy Forum, Mervyn King, Man Adams, Wayne Mardell. Richie Burnett, de caller, Martin Fitzmorris, iedereen die kwam bij ons trainen, zeg maar. Dat is echt mijn sport. Wat heb jij voor shirt aan? Een shirt van Andy Forum, van de Viking. Van mijn grote idool en vriend. Ik heb gekregen van zijn vrouw, er zijn er vijf van op de hele wereld. En zijn vrouw heeft met de demonstratie hier in Nederland aan mij gegeven, omdat ik, als vriendschap. Bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ik was ook best wel... Het was best wel een ontroerend moment. Ontroerend nog. Ja. Ja. En zat jij toen al in een rolstoel? Nee, ik had wel één been amputatie had ik. Ik zat wel, die dag zat ik wel in een rolstoel, omdat ik rechts een wond had. Dus dat was best wel emotioneel. Ik word vaak 's morgens wakker en dan heb ik het bord. En dan gooi ik weer een paar pijltjes en dan doe ik weer wat voor de gemeenteraad of voor andere dingen doe ik dan. Voor de gehandicaptenplatform probeer een ding uit te zoeken. Nou, dan ben ik daar weer klaar mee. Of een boek lezen. Dan gooi ik een paar pijltjes. Dus zeg maar een keer om 1 uur à 2 uur per dag. Je verweeft het eigenlijk in je dagelijks leven. Elke keer een pijltje. Wat zijn jouw kansen op het toernooi zaterdag? Nee, joh. Ik denk als ik één leg win, mag ik blij zijn, denk ik.